De Surinamers Fidelia Grand Galong en Henry Ory zijn door president Chandrika Persat Santokhi beëdigd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeurs van de Republiek Suriname. Ory zal Suriname vertegenwoordigen in Frankrijk en Grand Galong zal op een proactieve manier werken aan de bevordering van de vriendschappelijke betrekkingen tussen Suriname en Ghana. Frankrijk wordt een hele belangrijke speerpunt, bilateraal en multilateraal, voor de Republiek Suriname. En laten wij deze keer, we hebben voorgaand twee ambassadeurs gehad, dat deze keer wij in staat zullen zijn veel meer uit de bilaterale samenwerking en de multilaterale samenwerking te halen. Ik zie Frankrijk als een stukje bijzonder buitenland, omdat we grenzen heel dicht bij Frans-Guyana en het wordt bestuurd als een district. En dat betekent dat het belangrijk is dat wij nu optimaal gaan proberen onze Franse deskundigheid op vele gebieden beter bilateraal uit te buiten voor ons geliefd land. En als je kijkt naar een aantal sectoren in Suriname, kunnen ze echt gebruik maken van de kenniskunde en de innovatie binnen Frankrijk. Daarna toerisme is een belangrijke plek. Elk jaar zijn er ongeveer 40.000 toeristen uit Frans-Guyana naar Suriname. Wij gaan veel meer moeten doen. De potentie is nog groter om dat op te doen. Ik noem de landbouw ook. Frankrijk staat bekend als een van de heel goed producerende landen wat landbouw betreft. En dat betekent dat wij ook daar heel veel kunnen oppakken. Ook op het onderwijsgebied gaat er veel meer moeten gebeuren. Wetenschap en technologie. Niet alleen is Parijs interessant voor bilaterale samenwerking met veel onderwijsinstituten. Maar ik ga ook namelijk het doen UNESCO. En UNESCO is gezeteld in Parijs en dat betekent dat wij enorm veel meer uit de UNESCO-commissie zullen halen. Waarbij ook het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur een grote partner zal zijn. Het is altijd een uitdaging, ook al heb je jarenlang ervaren gehad in de diplomatieke dienst. Elk land is uniek en er is zoveel te leren van Suriname. Voor de wereld. Meestal denken wij, we moeten leren van anderen. Maar er is zoveel te leren van Suriname. En dat willen we uitdragen. En dat is een uitdaging. Want Suriname is een klein land. En die taal die we officieel hebben, wordt niet veel gesproken in de wereld. Dus je legt veel uit. Je krijgt de kans om veel uit te leggen. En de rijkdommen die we hebben aan natuurlijke hulpbronnen, die zijn ook aanwezig in Ghana. Dus ze hebben ervaringen, langere ervaringen dan wij. Maar wij hebben ook ervaring die wij kunnen delen om elkaars belangen te kunnen behartigen. Maar natuurlijk, het Surinaams belang is daar. Hoe gaan wij hier om ermee? Wat hebben wij gedaan dat verbeterd moet worden? En wat hebben wij gedaan dat wij ze kunnen leren? We kunnen geven. Dat ding is geven en nemen is balancing. En daaraan gaan we werken dat Suriname, waar we in leiding moeten geven, dat we daarin leiding geven, ook in Afrika. Ja, onze roots, een deel van ons roots komt daar. Maar er zijn ook andere etnische groeperingen die ook hier in Suriname zijn ook daar. Dus bepaalde zaken kunnen wij ook samen de ervaring delen en samen gaan naar verbeterpunten. Dus waar wij van elkaar kunnen leren. De president sprak ook over beurzen. Er zijn ook al beurzen aangeboden, maar die moeten nog geconcretiseerd worden. We moeten het nu gaan uitvoeren en wij gaan werken aan alles waar Suriname van beter kan worden. Maar natuurlijk dat die andere partij ook beter wordt, want we gaan daar niet om uit te buiten. We gaan om samen te werken.